Goedemiddag, u kijkt naar het Weerplaza weerbericht van donderdag 10 september 2015. Op dit moment staat ons weer onder invloed van een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië. Dit hoge drukgebied zorgt bij ons voor een oostelijke stroming. Later dit weekend en met name op komende zaterdag dan heeft dit lage drukgebied meer invloed en daardoor komen wij in een zuidwestelijke stroming terecht, waardoor een front ons kan naderen. En het front zal met name vanaf zaterdagmiddag de nodige hoeveelheid buien gaan opleveren. Als we dan gaan kijken naar vanavond, dan zien we dat het op de meeste plaatsen gewoon helder is. Lokaal komt er in het noorden van het land nog wat bewolking voor. En de temperatuur die ligt dan rond de 14 tot de 16 graden. De wind die is daarbij oostelijk van richting en meestmatig matig tot vrij krachtig van kracht. In de komende nacht is het dan gewoon vrijwel overal helder. In het noorden van het land dan kun, daar komen nog wat wolkenvelden voor. En de temperatuur die varieert van 10 graden in het noordwesten tot lokaal nog 7 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. De oostenwind blijft vannacht gewoon doorwaaien. En is dan meestal matig van kracht, kracht 3 tot 4. Morgen overdag start de dag dan zonnig, maar later op de dag gaan er wat stapelwolken ontstaan, die met name in het noordoosten van het land kunnen uitgroeien tot lokaal een enkel buitje. Dit stelt niet heel veel voor. De middagtemperaturen liggen morgen rond de 18 graden op de Wadden en in het noordwesten van het land tot lokaal 20 à 21 graden in het zuiden en zuidoosten. De oostenwind die is morgen meest matig van kracht kracht 3 tot 4. Als we dan gaan kijken naar komende zaterdag, dan zien we dat komende zaterdag onze storing gaat naderen met wat buien. In de ochtend is het eerst nog zonnig, maar later in de ochtend gaat dan de bewolking toenemen en volgt er een zone met wat buien geregen. In het zuidoosten van het land kan er lokaal nog een enkel klapje onweer voorkomen. De temperatuur varieert zondag, zaterdag van 20 tot lokaal nog 22 graden en daarmee is het dan een stukje warmer dan de afgelopen paar dagen. Ook op zondag zijn we dan nog niet van de buien af. De stevige zuidwestenwind die blijft doorwaaien en is dan meest matig tot vrij krachtig van kracht. En de middagtemperaturen die variëren van de 18 graden in het noordwesten tot lokaal nog 20 à 21 graden in het zuidoosten van het land. Ook maandag zijn we nog niet helemaal van die buien en die stevige zuidwestenwind af. Wel gaan we de zon iets vaker zien, maar helemaal droog wordt het niet. Dan temperaturen tussen de 17 en 19 graden. In het begin van komende week daalt de temperatuur dan nog wat verder, met dan het dieptepunt op komende dinsdag. Dan komen we amper boven de 17 à 18 graden uit. Wel volgt er vanaf komende woensdag een herstel, met dan middagtemperaturen rond of iets boven de 20 graden. Het aantal buien neemt in de loop van volgende week ook geleidelijk aan af. Mijn naam is Wilfred Jansen, meteoroloog bij Weerplaza.